uit uw regio. Tussen 1939 en 1945 vielen wereldwijd 60 tot 72 miljoen dodelijke slachtoffers. Tijdens de nationale herdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesmissies nadien. Zo ook in onze gemeente Boxtel. In 1940-1945 heeft de oorlog voor Boxtel en Lienden aan in totaal 49 mensen het leven gekost. Het ging hierbij om 38 inwoners, 6 militairen, waarvan er 2 in Nederlands-Indië sneuvelden in de oorlog tegen Japan, en 5 verzetslieden die vanwege hun illegale activiteiten in de concentratiekampen terechtkwamen. Waren 5 burgerslachtoffers te betreuren. Nog altijd hebben de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkelingen na afloop hiervan een grote invloed op onze maatschappij. Bewustwording van de gebeurtenissen van toen zijn noodzakelijk om het belang van de democratie en rechtsstaat van nu te kunnen uitdragen.